verkocht is hij wel eens wat groot. Bij MAN bijvoorbeeld. Van Duits. Die is sterker wat beter. Ja. Deze super die had sturing alleen op de vooras. Er zijn er maar 4 stuks van gebouwd. Heeft ook een MAN 11,4 liter erin. Die is van de heer Van der Schans. Van 1981. En de prop. Goed. Nou, 4 wielen kon sturen. De stuk. Ik heb. Mij zijn de batterij een beetje op. Zullen we op een rij net voor het sterker. Deze doet. Deze woont in Wanderooi. Een 600 stuks zijn er hiervan gebouwd. Voor de 4-wielendrijving van 1976 van de heer Heetakker. Deze woont dan weer in Mariahout. Ook de super eigen motor. 6 minder. Ja, 6 minder zonder turbo. Hè. Ja, zonder turbo. Dan de achterwielen, 185 pk van Wim Weergen uit Scherpenheuvel, België. De E van Export, 9500. Dit is een supertrak, dus deze kan enkel vooraan sturen. 1900 van 185 pk van de heer Peters uit Herps. Zijn er nog, nee, dat is een 19 stuk. Ook een S15S. Kijk er goed. Nee, wacht. Oh, de Eurotrack, sorry. De Eurotrack, 1400 LS. LTS van 1992. Het is de meest moderne die je vindt. Heel apart zie je wel. Waarbij ze het frontgewicht kunnen ze helemaal naar voren schuiven om je asdruk eigenlijk te verleggen. Vraag me af hoe vaak dat dan echt wel gebruikt werd in het veld. Maar met ploegen kan dat dus gebruikt worden. 140 pk. Deze heeft ook weer de omkeerrijinrichting. En als je